Vandaag in de vlog. Dat is allemaal heel cute en leuk en lief. En toen heb ik hem naar huis gebracht met de auto. Of in ieder geval even wilde informeren wat dat zou kosten. Oh ja, daar heb ik wel eens in gereden, ja. En aan de hand van die foto gaat ze dan eigenlijk een gesprek voeren met je huisdier. Net aan het filmen dat ik zo dat ding zo pakte, toen kwam er iemand van de ethos. Kan ik je helpen? Een soort van fancy ingepakt. Hoppa. Goedemorgen. Er is een of andere zieke stroomstoring aan de gang. Maar er is nu... Waarschijnlijk is het geen terrorisme. Dat scheelt. Maar echt, bussen rijden niet. Vliegtuigen vliegen niet. Ziekenhuizen zijn gesloten. Je kan niet betalen in winkels. Haven in Rotterdam ligt plat. Zelfs een liveblog op nos.nl met iedere keer nieuwe dingen die weer zijn uitgevallen. Heel veel vliegtuigen van KLM. Oh, stel je gaat op vakantie en dan is er dit. Zo, het zou echt schijnig worden. Nou ja, wij vliegen met Ryanair volgens mij vanaf Eindhoven naar Spanje over een week of 4. Daar is ook allemaal gedoe mee. Ja, een beetje apocalyptische vibe heeft het wel. Maar ja, mijn camera doet het nog. Internet doet het nog. YouTube doet het nog. Tot zover niks aan de hand. Het is vrijdag vandaag en best wel gek. De laatste dag dat ik had gevlogd was afgelopen maandag. Dus het is voor mijn doen een heel grote pauze. Ik krijg ook een beetje zenuwachtig van of ik dan wel genoeg vlogs heb volgende week. Mocht er morgen of overmorgen even niks zijn, dan weet je hoe het komt. Nou, trouwens, ik heb gisteren gewoon een video gemaakt. Maar die heb je afgelopen vrijdag al gezien. Volgens mij is die heel leuk geworden. Ik ben gewoon camera in mijn winkelwagentje, Albert Heijn ingelopen en al mijn favoriete producten bij elkaar geshopt. En ondertussen lekker gekletst over waarom ik die dingen lekker vind of leuk vind. Als je het nog niet hebt gezien, linkje in de beschrijving. Maar de dagen daarvoor waren eigenlijk bezet door mijn Oost-Afrikaanse Tinder-date, voor wie ik echt al lang een naam had moeten verzinnen, maar voor wie het nu wel eigenlijk echt te laat is, want nu gaat hij alweer bijna terug naar Afrika. Hij kwam maandagavond naar Hilversum en toen hebben we lekker gegeten, film gekeken. Dinsdag was het... Hé, wat zit er voor een grote vogel in de... In de boom. Oh, een duif. Het leek even een soort buizerd door het licht. Nee, het is gewoon een duif. Dinsdag ging hij met een vriend naar Amsterdam en heb ik lekker zitten werken. Toen hebben we ook onze eerste ruzie gehad. Ja, ik begin nu toch wel tekenen van een relatie te vertonen, maar dat is het echt absoluut niet. De insteek is nog steeds, het is leuk zolang het leuk is en hij gaat dus over... uiterlijk een maand weer terug. Dus en woensdag was het super lekker weer. Dan hebben we lekker gewandeld en een ijsje gegeten. Lekker in de zon gezeten. Nou, was allemaal heel cute en leuk en lief. En toen heb ik hem naar huis gebracht met de auto. Er rijden nu namelijk sowieso ook geen treinen rondom Amersfoort. En hij woont nu in Deventer, in zo'n studentencomplex. Hij kan wel zo via Utrecht of via Arnhem of met de bus. Maar toen dacht ik, weet je wat? Ik breng je gewoon thuis met de auto. Ja. Wat beziel erbij. Zo heb ik mijn favoriete auto bij My Wheels. Was gelukkig beschikbaar. De Kia e-Niro. Net genoeg opgeladen ook om heen en weer te kunnen. Ik ben die auto gaan halen. Heb ik hem hier opgehaald. Stapt hij in. Voelde al zo. Ja, het voelde zo. Het gebeurde van alles met mij. En toen gingen we lekker rijden. Hij was dus eigenlijk mijn eerste echte passagier. Als je mijn rijleraar niet meetelt en een... Iets waar ik niks over kan zeggen. En afgelopen maandag toen ik ineens in Vincent's Porsche mocht rijden. Waarvan ik trouwens later hoorde dat ding ruim 3 ton kost. Ik ben blij dat ik dat niet wist. Maar nu in mijn eigen auto met mijn Tinder date naast me op pad. Ja, het was wel echt heel bijzonder. Ik vond het wel, het was een rustig moment hoor. Het was na de spits en het is natuurlijk vakantie. Dus het is sowieso rustig op de weg. Maar ik vond het toch wel spannend om met hem dan... in te voegen op de snelweg. Hij kan sowieso soms best wel luid zijn en best wel... Hij heeft veel energie en maakt harde geluiden. Dus ik was een beetje bang dat hij misschien te onrustig zou zijn. Maar hij zette gewoon een lekker muziekje op. En we hadden echt een soort kleine roadtrip naar Deventer. Zijn we onderweg nog bij Barneveld volgens mij gestopt bij de McDonald's. Door de drive-thru gegaan en toen was er de zon onder aan het gaan. En er waren allemaal luchtballonnen en zaten we daar zo in die auto... op die parkeerplaats te eten. En het voelde zo... Ja, het was een soort van romantisch. Het was ook een soort van... soort beetje filmachtig of zo. Dus ik zei ook tegen hem van... Wow, ik voel me zo... Ik weet niet, maar ik voel me ineens... Ik voel me ineens zo volwassen dat ik dit aan het doen ben met jou. Toen zei hij, ja, volwassen of... Het is ook iets juist uit een soort high school film. Uit een Amerikaanse high school film. Zo'n parkeerplaats met zonsondergang. Het was echt iets uit een high school film inderdaad. Dan dacht ik, oh ja, het is veel meer... Het is juist iets wat je
op je 18e gaat doen als je net je rijbewijs hebt. Dan ga je met je vrienden of met je verkering, met je lover, ga je naar de McDonald's. En dacht ik, oh ja, ik ben eigenlijk een beetje aan het inhalen. Ik ben eigenlijk wat ik gemist heb omdat ik geen rijbewijs had tot mijn 40e. Ben ik nu eigenlijk zo een beetje stapje voor stapje aan het inhalen. Het was heel, heel leuk. Nou, thuis afgezet, voelde ook heel bijzonder. En zo wegrijden, zo toet toet, toeteren. Ook heel leuk om te doen. Ja, toen werd het natuurlijk wel donker. En toen moest ik nog een heel eind terugrijden. Zeker 1,5 uur, maar waren allemaal werkzaamheden. Dus langzaam rijden, maar gelukkig ook veel 130 stukken. Dus heb ik flink het gas geraakt. En het was heel podcast geluisterd, muziek geluisterd. Het enige is dat het volumeknopje op het dashboard is stuk. Dus ik kon de podcast net niet hard genoeg krijgen om het goed te kunnen verstaan. Dus ben ik uiteindelijk maar muziek gaan luisteren. Het was echt lekker zo in het donker over die lege snelwegen racen met 130. Ja, ik genoot er wel van. Maar ik was wel moe toen ik thuis kwam. Ik was wel echt kapot. Het was echt zo 3 uur achter elkaar rijden was ineens wel vrij veel gevraagd. Tenminste, misschien was het wel meer dan 3 uur. Oh ja, ik had hem om 6:30. Ik heb hem om 11:00 ingeleverd. Dus het was 4,5 uur. 4,5 uur gereden. Ja, dat was wel even pittig. Ik had ook al in Parijs kunnen zijn. Of niet? Ja. Maar het voelde als een hele goede stap. Met een passagier erbij. Lange afstand rijden. Even weer die snelweg op. Ja, dat was fijn. Goed. Tijd voor koffie. Heel goed met Kai en zijn voerapparaat. En ook met zijn drinkfontein. Een heel leuk gezicht die er zo uit dit het fonteintje aan het drinken is. Maar hij vindt het wel fijn. Maar gisterochtend, was net wakker, keek ik in zijn voerapparaat. Was nog helemaal vol. Ik bedoel, zijn bakje lag nog helemaal vol. Had niks gegeten. Hè? Oh nee, is nog niet weer ziek. Maar toen vond ik op de grond deze zak met snoepjes die normaal op de magnetron ligt. Waar hij dus sinds kort op kan, maar ik vergeet dat steeds. Opengerukt. Nou, gebeten. Dus hij is zijn ontbijt even overgeslagen omdat hij iets te veel midnight snacks heeft gegeten. Ja, waarschijnlijk is hij hier best wel een beetje misselijk van geworden. Maar aan de andere kant vind ik het toch opmerkelijk dat hij... Kijk, hij heeft lang niet alles opgegeten. Er zit nog steeds... Er zit nog best wel veel in. Voor het eerst eigenlijk dat ik merk van... Oh, er zit dus wel een max aan. Ik dacht altijd, hij eet gewoon zolang hij kan eten. Maar er is dus wel een grens. Ik heb hem iets minder avondeten gegeven en nu is volgens mij alles weer... Normaal, maar ik denk niet dat het echt goed is voor de lijden om zo'n zak snoepjes leeg te vreten. Hij reageert er ook niet op. Normaal gesproken zou hij echt komen aanrennen, maar ik denk dat hij even genoeg heeft van deze snoepjes. Het is heel warm, maar het regent. Rare dag. Het plan voor vandaag is overzichtelijk. Ik wil zo even naar de stad om de ingelijste illustratie op te halen van Kai. En misschien kan ik die gelijk ook weer ophangen. Ik heb een plekje voor bedacht in de keuken. Ik moet even een paar andere boodschappen halen, zoals mijn face wash van CeraVe, die is op. En ik heb er nog eens even over nagedacht. Ik had jullie verteld over dat Kai zich de laatste tijd een beetje raar gedraagt, of anders gedraagt. Dat ik toen als tip kreeg van iemand van, je moet een kattenfluisteraar inschakelen. Daar heb ik eerst hartelijk om gelachen. En nu denk ik, ach, waarom ook niet? Het is namelijk iemand waar je gewoon een foto naartoe kan sturen. En aan de hand van die foto gaat ze dan, ja, ze gaat eigenlijk gaan ze een gesprek voeren met je huisdier. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Wat kan het voor kwaad? Toch? Kan het kwaad? Dus dat wil ik even uitzoeken. En even een mailtje opstellen met welke vragen zou ik dan aan Kai willen stellen. Als ik met hem zou kunnen praten. Welke vragen zou jij stellen aan je huisdier als je met hem kon praten? Ik wil het graag weten. Dat is wel echt... Ja, kijk, de essentie is natuurlijk... De essentie is, houdt hij net zoveel van mij als ik van hem? Dat wil ik graag weten. En ik wil weten waarom bijt hij af en toe in mijn hand, terwijl we gewoon lekker aan het aaien zijn. Maar er zijn er nog andere echt... Wat is nou echt interessant om te weten van je huisdier? En, als het stopt met regenen tenminste... Vanavond is er eigenlijk een soort kick-off feestje van de Pride, de Amsterdam Pride. Het is nu juli, die is eigenlijk pas in augustus. Het duurt dit jaar een hele maand. Maar er zijn verschillende organisaties, ze hebben ook weer allemaal ruzie gemaakt met elkaar. En anyway, vanavond is er een feestje op het Homo Monument.
En ik heb op zich wel zin om even lekker te dansen. Dus als ik wat vrienden kan optrommelen om met me mee te gaan, dan sluit ik daar nog even af. Ik vind het ook wel leuk om even het begin van de Amsterdam Pride te vieren. Want hopelijk wordt het een feestelijke maand. Ik moet wel stoppen met regenen. Maar voordat ik de stad in ga, is er een pakket. Een lang verwacht pakket. Maar echt een lang verwacht pakket. Even voor de administratie. Mijn eerste mailtje hierover is van 16 april. Het is vandaag 19 juli. 3 maanden heb ik erop moeten wachten. Nou, en het was niet alleen maar wachten. Het was ook heel veel heen en weer mailen. Wie het merk kent, heeft natuurlijk al wel een vermoeden wat het is. Een soort van fancy ingepakt. Hoppa. Er zit een hele hoes omheen. Het is namelijk een lege doos. Niet helemaal leeg. Er zit namelijk een vervangende oplader voor mijn massagegun in. Dit is mijn massagegun van Recova Pro. Hartstikke fijn en best wel duur ding. Maar ik was ineens de oplader kwijtgeraakt. Misschien nu ik weet hoe die er ook weer uitzag, wordt de kans wel groter dat ik hem alsnog ga terugvinden. Maar goed, misschien moet ik het niet eens proberen. Maar er was geen enkele andere oplader die werkte. Ik had van alles besteld. Maar kijk, het is een soort magnetische USB-connectie. Nou, niks werkte, maar deze wel. Oh, maar deze wel. Eindelijk kan ik hem weer gebruiken. Ik heb hier zo naar gesnakt om weer gewoon zo... Dit ding gaat zo hard. Oh, wat een struggle was het om dit ding te krijgen. Want het was iedere keer out of stock. En dan mailde ik van wanneer is het weer in stock. En zeiden ze, ja, dan is het weer in stock. Zet ik die datum in mijn agenda. Ik die dag op de website kijken. Was het weer out of stock. Ik weer mailen, wanneer is hij weer in of stock? Ja, dan is hij weer in of stock. Nou, ik die datum in mijn agenda zetten. Gelijk kijken. Was hij weer out of stock. Ah. Zei ze, anders heb je hier een pre-order link. Dan kun je vast bestellen. En als hij dan binnen is, dan stuur hem op. Ik pre-orderen. Niks meer van gehoord. Vragen, komt hij nog? Ja, ze worden dan en dan verstuurd. Nou, ik wachtte. Niks gekregen. Nog een keer vragen. Komt hij eraan? Nee, ja. Je hebt helemaal geen verzendkosten betaald. Ah. Zeg dat dan gelijk. Nou goed, ik hou erover op. Hij is er en ik neem aan dat dit gewoon werkt. Ik ga hem lekker opladen en dan kan ik vanavond lekker alles lekker los trillen. Hé, hé. Dit was echt zo'n ding geworden in mijn leven. Wat soort de hele tijd zo ergens een plekje in mijn hoofd in beslag nam. Van, oh ja, dat moet ik nog regelen. Oh ja, dat moet ik nog doen. Dat moet nog binnenkomen. En nu is het eindelijk gebeurd. Ja. Yeah. Het ziet er veelbelovend uit. Shoplog. Beetje een eentonige shoplog. Ik had vrijdag al verteld in mijn boodschappen vlog. 2+3 gratis vanaf 19 juli. Dat is morgen. Dat de Robijn 2+3 gratis was. Slaat het op, hè? Dus ik dacht, ik ga even flink de kokoswasverzachter inslaan. Maar ze hadden alles behalve die. Dat is toch ook gek? Ik dacht, is die dan zo populair? Wat ik wel snap, want hij is heel lekker. Maar nee, in tegendeel, ze hadden hem daar gewoon niet eens. Wel het kokoswasmiddel, maar niet de wasverzachter. Nou, dan zeg ik maar wat van alles nog. Wat wasverzachter Spa Sensation, die ruikt wel erg lekker. Oeh, die is lekker, ja. De Tropical, die ruikt een beetje heftig zo. Maar wel lekker zomers. De jasmijn en sandelhout, die vind ik ook erg lekker. Oeh. Een beetje naar badschuim. En dan nog gewoon wasmiddel core en wasmiddel wit. En bij de Ethos was ik voor mijn face wash van CeraVe. Dat was grappig. Ik was net aan het filmen dat ik zo dat ding zo pakte. Toen kwam er iemand van de Ethos. Kan ik je helpen? Ja, ik film even dat ik
uit het schap pakken. Nou, dan wil ze natuurlijk weten waar het voor was. Ik zei dat ze fijn was dat ze nu zoveel CeraVe-producten bij de Ethos hebben. Want ik moest het eerst altijd online bestellen. Zei ze, ja, daar ben ik heel blij mee. Het komt helemaal uit Amerika via L'Oréal of zoiets. Die belt mij nou weer. Met Bram. Hi, goedemiddag. Ja. Of in ieder geval even wilde informeren wat het zou kosten. Oh ja, daar heb ik wel eens in gereden, ja. Ja, is één daarvan toevallig een automaat? Bij de automaat, oké. Okay. Super, bedankt hè. Dag. Dag. Ik ben hier en daar een beetje aan het informeren naar auto's. Anyway, hier ging ik natuurlijk eigenlijk voor de ingelijste illustratie van Cat Making Coffee. Erg mooi geworden. Oeh. Oh. Oh. Een vlekje op het glas. Oké, dat is af. Tadaa. Zo. Echt mooi gedaan. Het is een soort passepartout, maar hij ligt er eigenlijk op. Dus je hebt een soort... Je ziet gewoon de hele tekening. Dat is wel leuk, omdat hieronder staat met potlood de titel geschreven. Cat with Coffee. En zijn initialen. Dat vond ik wel een leuk detail. Ik vond het zonde om dat dan af te dekken met een passepartout. Dus ze zitten op. Het lijstje is zwart, maar niet helemaal zwart. Ja, er zit een beetje een, kun je dat zien? Een beetje een werkje in. Daardoor is het iets meer donkergrijs. En dat past dan wel weer heel goed bij die tegels en bij de kat. En daar heb ik er een plekje voor bedacht. Van, kijk, dit is natuurlijk een kat die koffie zet in de keuken. Die moet natuurlijk in de keuken hangen. Dus wat ik bedacht had, er is best weinig plek in mijn keuken. Maar zou dit niet heel leuk zijn? Ik zo... Boven de deur. Ja, dat vind ik nou echt een gezellig plekje voor een schilderijtje. Nou, iedere keer als ik koffie aan het maken ben daar, dan kijk ik zo naar Cat with Coffee. Ja, of ja, eigenlijk zou je natuurlijk bij het fornuis moeten, maar dan ben ik bang dat die heel vies en vettig wordt. Ja, hier zou het ook kunnen. Op de afzuigkap. Ja, dat zou ik echt heel... Ja. Trouwens, ja, wordt hij wel echt heel vies en vet. Het is zo moeilijk schoon te maken iedere keer. En hier hangt al een perzik. Maar ja, dat zou ook leuk zijn, maar dan is hij een beetje verstopt. Boven de stofzuiger. Nog een optie. Ja, ook zeker niet gek. Wel leuk dat hij dan zo in het licht hangt. Ook zeker niet gek. Naast deze kast. Ook niet verkeerd, maar deze muur is zo lelijk met het afgebladderde verf. Hier passen... Was het net niet dacht, ja, voor de kast en letterlijk bij de koffie. Ja, het zou ook op zich grappig zijn, maar ja, dan zou die aan de tegels moeten hangen. Ja, wel cute. Nou, ik vind dit eigenlijk wel tof. Ik dacht ik hang hem gelijk op, maar ik ga er toch nog even een nachtje over slapen, denk ik. Of niet? Toch maar niet een nachtje slapen. En dit is een stenen muur. Maar dat spijkertje gaat erin als koek. Auw, ah, die echt. Voilà. Ik vind het echt heel gezellig. Echt een leuk schilderij. Ik zal even het licht aandoen. Misschien zie je dan iets meer. Ja, zeer geslaagd. Heel blij mee. Een beetje moeilijk over te brengen op beeld hoe verschrikkelijk warm het is, maar ik denk, jullie zien dit denk ik op dinsdag. Denk dan even terug aan afgelopen weekend, afgelopen vrijdag. Nou, misschien is het op deze dinsdag in de toekomst jullie vandaag nog steeds wel zo heet. Ik ben blij dat het gestopt met regen hoor, maar voor iedere beweging die ik maak breekt het zweet me uit. Die vrouw van de lijstenmakerij zei, het is net alsof ik de hele dag in de badkamer sta. Het staat heel klam. Poes, ik ga nog even in bed gaan liggen. Lekker in de ventilator. En dan ga ik straks even wat eten. En dan op naar Amsterdam. Dr. Bram komt ook. En Mickey komt ook met zijn vriend. En Isabella komt misschien ook nog even. Dus nou, ik vind het nu al gezellig. En waarschijnlijk komen we nog weer allemaal mensen tegen. Ik ben de afgelopen dagen aan het luisteren naar het Habbo Mysterie. Een podcast van het AD volgens mij. Over de mysterieuze verdwijning en dood van de Scheveningse Anja van der Zwan. Op het online spel Habbo Hotel ontmoet ze een Belgische vrouw waarvan ze compleet in de ban raakt. Ja, het is inderdaad een spannend en mysterieus en weird verhaal. Ik ben nu bij aflevering 5. Ik hoop dat er nog een aflevering komt.
op zijn minst. Met iets meer een ontknoping, want ja, eerlijk gezegd, iedereen was zo enthousiast hierover dat ik dacht, oké, nou, ik hou helemaal niet van true crime dingen, maar ja, omdat het Habbo-mysterie heet, vond ik het wel, dacht ik, geef het een kans. En het is inderdaad een intrigerende toestand en het is ook best wel spannend verteld, maar het is geen goede podcast, vind ik. Die vrouw die het heeft gemaakt, die heeft waarschijnlijk echt supergoeie research gedaan en supergoed journalistiek werk verricht. Maar ja, dat je een goede journalist bent, betekent blijkbaar niet dat je een goede podcast host bent. Want ze leest alles zo op van haar blaadje, alsof ze een soort luisterboek aan het voorlezen is. Daar dan nog iets houteriger en steeds allemaal klemtonen op de verkeerde woorden. Dat je denkt, nee, je bedoelt, ik vind het moeilijk om naar te luisteren en om erin te komen daardoor. Want het voelt bijna een soort gescript. En ik vind de muziek ook matig. Er zit de hele tijd soort hetzelfde, ja, zo'n spannende toon. Zo Bassie en Adriaan. Nu wordt het spannend. Muziekje zit eronder. Ja, ik ben niet echt onder de indruk. Ik denk dat ja, het wordt echt gered door het boeiende verhaal. Dus alsnog wel vermakelijk om naar te luisteren. Maar ja, ik luister dus nooit true crime podcast. Maar ik had het idee dat dit wel echt werd gezien als soort de top van de top op dit moment. Nou, dan geef mijn portie maar aan Vicky. Ik vind het niet best. Maar ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. Dus ik ga nu verder luisteren en even een klein tukje doen in de ventilator. ...en gezegd zouden hebben, we vinden het jammer wat er met onze zus en... Maar aan de andere kant blijft ook alles wat ik eerder had gehoord en gezien in mijn hoofd zitten. Niet in je hoofd zitten. Het moet zijn, aan de andere kant blijft ook alles wat ik eerder heb gezien en gehoord in mijn hoofd zitten. Niet aan de andere kant blijft ook alles wat ik eerder heb gezien en gehoord in mijn hoofd zitten. Hoezo in je hoofd? Waarom ligt de klem door mijn hoofd? En Anja, haar dwingende... Aangekomen in Amsterdam en bij het Homo-monument bij de Beste Kerk. Samen met dokter Bram. Proost. Even maar doen. Het was nog niet zo druk. Sterker nog, het was nog erg rustig. Maar Mickey en Bert waren er ook. En toen stroomde het langzaam vol en werd wat meer gedanst. Hey. Op ons, hè? Zeker. Muziek was leuk, het gezelschap was leuk, Isabella was er ook. Ze stelde zich even voor aan mensen die ze volgens mij al lang kent, maar goed, doe ik ook wel eens. Gaat goed? Ja, een beetje warm gekleed. Ja, inderdaad. Ja, dat kan wel wat lager zijn, hoor. Nou, mooi gekleed. Nee, ook. Maar het is wel een lesbisch merk, hè? Niet een hoog merk. Ja, inderdaad. En om 12 uur was het feest voorbij en ging ik nog met een paar mensen door naar de exit in de reguliers. Het was niet heel druk bij het Homo-monument, maar wel heel gezellig. Lekker gedanst, lekker gedronken en nu zijn we in de reguliers. Althans, ook met de zonnebril valt op de grond. Althans, ik ben hier nog met Erik en Maurits en Isabella. En we gaan even dansen bij de exit. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag morgen weer. Kijk mee. Doei! Doei! En we dansten nog lang en gelukkig. En om 3 uur lag ik braaf in mijn eigen bed. Ik ben de afgelopen dagen de podcast het Haribo. Haribo. Daar zou ik naar willen luisteren. Het Haribo mysterie. Nee. Dat zou ik echt interessant vinden. Het Habbo-mysterie bedoel ik.